De Battlefield Hardline-beta is inmiddels uit. We kunnen allemaal vol knallen in die game. Maar Jan, hier is de hipster van al de gamers. Want hij heeft namelijk de game gespeeld voordat hij speelbaar was. Dat uh, was vorige week uit mijn hoofd. Ja, vorige week was er een uh, dagje op en neer naar Londen. Wat en CTD daar uh, idee doet hij gewoon. konden wij uh, inderdaad al de content spelen die nu volgens mij via de beta speelbaar is. Er waren alle developers van DICE. Uh, nou, niet, trouwens, niet de developers van Dice. Er was één uh, producer van Dice, maar de game wordt natuurlijk gemaakt door Visceral, die je natuurlijk kent van Dead Space, ja. onder andere, uh, die franchise. En zij hebben ook al een keer uh, uh, DLC gemaakt voor Battlefield 3 om al vast een beetje in de sfeer te komen. Uh -huh. En uh, terwijl uh, Dice nu natuurlijk uh, in het niet zo geheim aan Star Wars Battlefront aan het werken is, mag uh, Visceral dit jaar met uh, tussendoortje uh, uh, Battlefield. Hardlijn komen, spin-off, ja. hoe je het ook wil noemen. Van ja, maar, maar je zegt het al, een uh, tussendoortje, want zo. Word je ook wel een beetje ontvangen of mensen praten er ook wel een beetje over de, dit als dit een DLC-pakket is voor Battlefield 4 of een... Ja, nou, ik, 4? ik snap die scepticis uh, die van tevoren uh, ja, toch wel aanwezig was online op fora en bij, bij gamers. Alleen uh, het is wel echt een op zichzelf staande game in die zin. Er zit een complete singleplayer campagne uh, bij die ook echt filmisch is. Daarin speel je een, een politieagent in Miami mm -hmm. met, met een heel verhaal, best wel slik vormgegeven. Uh, doet ook best wel wat nieuwe dingetjes wat we niet echt van Battlefield verwachten natuurlijk heeft uh, Battlefield 4... zoals en, wat dan uh, nou wat ze bijvoorbeeld uh, doen is um, ...het uh, hele politiegeweld uh, optreden in Amerika ligt best wel gevoelig ja. dus je wordt in de single player word je bijvoorbeeld uh, deels beloond als je iemand uh, uh, handboeit en, uh, en uh, stil uitschakelt. Ja. In plaats van dat je meteen door zijn kop knalt. Een ander ding is dat je bijvoorbeeld uh, een aantal keer in uh, de singleplayer campagne zul je bij een soort groot Complex komen wat bewaakt is, bijvoorbeeld een drugslab of een, een villa met een bepaalde gast erin. En die wordt dan bewaakt door, door, door goons. En dan is het aan jou hoe je die villa of dat complex betreedt. Ga jij door de voor, door de hoofdingang, dan word je natuurlijk meteen ontdekt. Dan wordt schiet, schiet, schieten, schieten. Ga je via de zijingang, ga je misschien helemaal via, via de achter of ga je zelfs via het dak? Het is dus een beetje een soort sandboxy. Splinter Cell Light achtige aanpak en dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Okay, cool. Maar dat is allemaal de singleplayer. Dus uh, maar de, ik verwacht daar zeker zes, zeven uurtjes uh, een leuk verhaalende shooter te kunnen spelen. Draait uiteindelijk zoals iedere Battlefield-game ja. uh, om de multiplayer. En um, ja, het hele cops versus robbers, want dat is natuurlijk het thema. Criminelen, of je speelt de criminelen, of je speelt uh, de kops en dan behoorlijk zwaar bewapende kops. Dat is op zich een, een leuke fantasie, weet je. Dat is, ik bedoel, we hebben al wel SWAT-games gehad vroeger. Maar je speelt nooit echt de boef of zo. Ja, en... maar we hebben nu straks, uh, komt GTA ook met de heist? Of GTA Online? Eindelijk, je al, een soort, eindelijk al een soort van boef ja. spelen? Is dat niet een beetje hetzelfde? Nou ja, ik bedoel, kijk, het feit dat uh, GTA uh, Online... Een jaar ruim na dato uh, met de Heistcon. Uh, ja, daar heeft uh, Visual niet zoveel mee te maken. Maar inderdaad, Heist is een van die uh, speelmodi in multiplayer. Hartstikke leuk, die heb ik onder andere kunnen spelen. Wat ik tof eraan vind, is dat... Het, datzelfde sandboxy karakter die je ook... In de place ziet hier ook ziet. Ja. Je hebt een enorme grote bank. Een beetje zo'n statig poenerig gebouw, uh, zoals je die wel kent in downtown. Uh -huh. uh, dat je denkt, nou, we hebben een beetje een Romeinse gebouw uh, nagemaakt van vroeger. Ja. En dan met, alleen met plastic en de veel. Typical te, allee dus. De, typical, alleen nog met veel te dure Marmer en uh, grote trappen en zo. En je kunt de, van alle kanten inderdaad die, uh, die bank overvallen. Je moet ook echt in zo'n huge as kluis met zo'n enorme deur. En die gaat ook maar omdat het zoveel tijd open en dicht. Je kunt explosieven gebruiken, je kunt verschillende je hebt vier verschillende klassen, zowel aan de kant van de de cops als bij de de, de criminals. Uh, je hebt verschillende wapens. Nou, shotgun werkt vrij goed in die die close corridor achtige gameplay. Maar je hebt de verschillende kanten wanneer je wanneer je die uh, waarin je die bank moet beroven. En als je eenmaal die bank hebt uh, beroofd, dan moet je drie zakken geld jatten en dan moet je nog ook te zien weg te komen. Dus het is heel erg heat die film. Ja. Michael Mann heat met je klassieke criminals met Robert De Niro en Al Pacino, samen in die film. Uh, en als kops moet je natuurlijk dat ten alle tijde pro proberen te voorkomen. En die zak geld weer terug uh, zien te, te pikken. En, en die map uh, is heel dynamisch, veel hoogte zit er ook in. Uh, je kunt uh, proberen dat die, die gasten überhaupt op de bank niet eens uitkomen. Je kunt ook een paar man achterhouden houden dat ze in ieder geval die escape route niet pakken. Dus je moet met een helikopter namelijk er door. En ja, ik vond het echt een hele leuke mode. Minder militaristisch, hè? Je hebt dus uh, geen, uh, geen tanks, geen straaljagers, maar je hebt gepanste voertuigen, je hebt uh, uh, crossmotors, uh, motoren, uh, politieauto's, ja. stelbusjes. Uh, Wapens zijn ook wat minder uh, uh, militaristisch, zeg maar. Dus uh, geen rocket launchers die je kunt kiezen. Maar bijvoorbeeld er ligt er bijvoorbeeld wel eentje in, in een bepaalde spot in, in de map. Allright, maar uh, hoe is het? Is het? Battlefield 4 met een ander sausje. Is het fantastisch nieuw? Is het gruwelijk? Speelt het heerlijk? Het, 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 het speelt sowieso heel lekker. Ja. Uh, ik vond er ook best wel uh, polished uitzien. Zeker met Battlefield 4 in, uh, in achteraf, wat echt heel lang heel buggy was. Maar ik speel tot... het nu nog regelmatig. En het draait nu echt hemels. Ja, het, het draait nu helemaal, uh, helemaal ja. smooth. En daar zijn natuurlijk ook uh, de of daar plukken zij ook de vrucht van. Bedoel, het is natuurlijk gewoon Battlefield 4. Het is de Battlefield 4 Engine, maar ze zijn er wel al 2,5 jaar mee bezig. Ja. En dat zie je vooral aan de, de maps. Die lijken over het algemeen wat kleiner, wat compacter. Uh, maar ze zijn wel wat, wat hoger. Je hebt bijvoorbeeld zo'n downtown map waar je twee bruggen hebt en onder- en, en boven, hè, waardoor je een soort viaduct ge uh, gecreëerd krijgt. Uh, die, die map heet uh, heet nu anders dan, dan eerst. Die heette eerst High Density, die heet mm -hmm. nu volgens mij gewoon downtown. Uh, en daar uh, zit bijvoorbeeld een gigantische hijskraan in, maar echt fucking gigantisch. Als je die beklimt ben je gewoon echt een paar minuten bezig om helemaal bij de top te komen. Je ziet echt mannetjes op de grond, zie je die gewoon als stipjes. Ja, als je dan met een vette sluipschuttergeweer uh, uh, zit. Ja, dat is echt wel heel tof. Alleen, ja. Levolution komt ook weer voorbij. Dus die, die, diezelfde hijskraan kan ook gewoon meer op een ja. gegeven moment. En je hebt natuurlijk nog steeds poli politiehelikopters. Nou ja, als een politiehelikopter eenmaal door heeft dat er iemand op die hijskraan zit, en ja dan ben je natuurlijk een sitting-dak. Uh, wat ze ook wel goed doen, is, is je werkt met cash. En uh, je verdient cash door uh, mensen neer te schieten. Maar je stijgt in rank door gewoon die opdrachten te doen. Ja. En dat je, dat je in rank stijgt, komen bepaalde upgrades van je wapens binnen de klasse beschikbaar. Dus als jij alleen maar mensen loopt te killen, dat, het is niet dat je daardoor per se sneller uh, betere upgrades kan kopen. Als jij, wat ik zeg. Heel het in iemands auto in bij iemand in de auto zit, die ook uh, als malle aan het race is, dan straalt het ook op jou af. Dan stijg je ook in rank, zou je wel wat minder cash hebben, maar goed, je kan je hebt wel ook snel toegang tot die upgrades voor je voor je ja, wapens. Mooi goed, uh, wanneer gaat, uh, gaat de complete ervaring uitkomen? 19 maart en uh, daar komt hij gewoon uit. En Er is nu wat uh, Martin al aankondigde: open beta voor alle platformen, volgens ja. mij ook voor de old gens. Uh, want hij komt ook nog gewoon voor de PlayStation 3 en de Xbox 360 uit. je zou het bijna vergeten dat daar nog games voor gemaakt worden. Maar ja. iedereen heeft bijna nog wel een PlayStation 3 of een Xbox 360 thuis staan. Ja, precies. Dus, uh, en, uh, ja, ik, weet je, ik heb hem gespeeld. Hij is nu uh, best wel polished. Uh, ik weet niet, nu mensen met de beta's, laat het even onder in de comments. Hoe, hoe, hoe stabiel die game is. Um, ze hebben uh, nou, niet heel veel tijd meer om te poetsen. Een maandje nog, vier weekjes amper. Iets meer. Uh, uh, ja. Er, zal heus wel weer, er zullen ongetwijfeld patches voorkomen. Die natuurlijk. game gaat niet helemaal sweet. Maar ja, ze hebben natuurlijk les lering getrokken uit Battlefield 4. En uh, ja, ik, ik heb er toch eigenlijk wel stiekem best wel veel zin in gekregen. Mag ik jou bedanken voor deze prachtige monoloog? Ja, dankjewel. Uh, ga jij spelen? Ja, ja, tuurlijk. Ik speel nu nog steeds vol Battlefield 4. Ik uh, ga straks ook in de bed duiken. En dan. Uh, ja, Ik ben wel benieuwd naar het eindproduct. Oké. Okay, dus cool. ik, ik ben er wel klaar voor. Kom maar op.